Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over 3D-printen. Ja, ik vind het de laatste tijd nogal moeilijk om video's te maken over 3D-printen, omdat er niet zo heel gek veel bijzonders gebeurt. Mijn printer werkt goed. Er vinden dus geen aanpassingen plaats aan de printer, als het reguliere onderhoud één keer in de zoveel tijd, het smeren van de assen. En ja, ik denk dat mijn kogelaars niet helemaal goed meer zijn, maar ze zijn eigenlijk nog goed genoeg om een goed werkende printer te hebben. En dus beperk ik mijn video's op dit moment simpelweg tot wat video's van dingen die ik maak. Of ik ze zelf ontworpen heb of niet, dat is maar net de vraag. En het is natuurlijk wel een heel mooi tijdperk ook om dat te doen, want het is het coronatijdperk. En dat is een lastig tijdperk voor ons allemaal. En dat is ook goed te merken, mijn haren zijn lang aan het worden. Het wordt tijd voor de kapper. Maar ja, het kan allemaal niet. En in die zin zullen we het ermee moeten doen. Nou zijn wij fans van bordspelen. En met de kerst was mijn zoon met zijn vriendin op visite. En op dat moment waren we bezig met een spelletje Catan. Kolonisten van Catan. Wat we graag spelen met elkaar. En het probleem wat wij altijd hebben met bordspelen is dat je, als je met dobbelstenen moet gaan gooien, dat je speelbord op een gegeven moment zo vol raakt met allerlei dingen, dat je eigenlijk geen plek meer hebt om je dobbelstenen neer te gooien. Want als je dat doet, dan gooi je het hele bord overhoop. En ik denk dat u daar ook last van hebt als u ooit bordspelen speelt. Het zijn met uw kinderen, het zijn met uw kleinkinderen, het zijn met buren, vrienden, kennissen. Laat daar nou een oplossing voor zijn in de 3D-printerwereld. Je kunt allerlei soorten dobbelsteentorens downloaden. Vanaf het internet. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik ga hem niet zelf ontwikkelen. Waarom? Er zijn er, ik denk, wel 20 of 30 te vinden op websites als Thingiverse of My Mini Factory. Kortom, waarom zou je het zelf ontwerpen als het al ontworpen is? Dus ik heb er eentje gemaakt. Die is vijfdelig. En die is ook invouwbaar. Ik moet wel zeggen, ik ga hem zo meteen laten zien. Hij wordt dus in vijf delen geprint. Als je hem eenmaal in elkaar gezet hebt, wordt het erg lastig om hem uit elkaar te halen. Omdat het met een systeem werkt van draaien in een soort van slot. Wat zeg maar uitsparingen links en rechts heeft. Het wordt bijna een soort raadsel, zeg maar een Russische roulette. Daarbij is het uit elkaar halen dus niet zo makkelijk meer. Maar als hij in elkaar zit, is het uiteindelijk wel een heel mooi object geworden. En ook heel goed te gebruiken voor je dobbelstenen. Vandaag niet, maar de volgende keer zal ik ook iets gaan vertellen over onze proefneming met PLA, de biologische afbreekbaarheid daarvan. Die proefneming loopt nog steeds. En ontwikkelingen, ja en nee, maar goed, daar kom ik dan op terug. Dat ga ik in een volgende video doen, simpelweg omdat je kan dat heel kort na elkaar iedere keer in je video opnemen. Maar zo extreem veel verandert er niet. En bovendien, ik zit hier op mijn werkkamer en dat is nu echt mijn werkkamer. Ik zit nu inmiddels al een week of 10 thuis. En geef videolessen van huis uit. En vandaar dat ik hier computers heb staan op dat moment. En het is een beetje lastig om met dat vocht te werken. Vandaag dus die Dice Tower, een dobbelsteentoren. Ik ga hem in gebruik laten zien. Ik ga laten zien hoe die eruit ziet als die geprint is. Hij komt dus in vijf delen. Ik heb ongeveer nodig gehad, nou wat zal ik zeggen. Ik denk een uurtje of 18 om het te printen. Dat lijkt veel, maar je doet niet 18 uur aan één stuk. En je doet de ene dag twee delen, de andere dag drie delen. En dan is het goed te doen. Ik moet er wel bij zeggen dat ik dat natuurlijk print met mijn Prusa printer. Ik neem aan dat dat met elke printer onderscheidend zal zijn van over hoe snel die kan printen en niet. Dus ik zeg niet dat mijne snel is. Ik wil alleen zeggen dat het kan zijn dat die van u sneller gaat of langzamer gaat dan die van mij. En dat is natuurlijk een mogelijkheid. Dat is ook niet erg. Het gaat om de kwaliteit en het gaat om wat je ermee gaat doen. Ik ga u die Dice Tower alvast even laten zien. Daarvoor ga ik even de camera verplaatsen. Oké, daar zijn we weer. Zoals je ziet, ik heb erg weinig ruimte, dus door die computer op deze werkkamer. Maar hier staat het object helemaal in elkaar. Dus ik zei al, hij was zoals ze dat in het Engels noemen, collapsible, oftewel in elkaar schuifbaar. Waar bestaat hij nou uit? Om te beginnen een deksel, en dat is straks het gedeelte waar de dobbelstenen in terecht gaan komen. En dan hebben we hier de Dice Tower zelf. En die bestaat uit vier delen. En die kan je dus nu omhoog gaan trekken. En door het een beetje te draaien, zit hij ook echt zoals die moet zitten, zoals je dat ziet. Ik ga hem eventjes plaatsen zoals het hoort.
Dus ook met dat onderste gedeelte eraan. En dan heb je hier de Dice Tower. De dobbelsteentoren, zeg maar. Ja, en het verhaal is natuurlijk simpel. Je gooit de dobbelstenen er aan de bovenkant in. Ze komen eruit en in dit geval de cijfers 1 en 5. Nog een keertje doen. En je kan zien dat dit hier ook weer een 1 is, een 1 en een 6. De dobbelstenen hadden iets verder mogen vallen. Maar misschien komt dat ook omdat je er misschien, als je er 1 gooit, dat het dan wel goed gaat. En dan de tweede daarna. Ja, dan zie je dat het goed gaat. Maar het effect natuurlijk hiervan is dat we, als je nu gaat spelen, dat je niet die dobbelstenen hebt die over je bord heen vliegen en daardoor het hele bord door elkaar heen gooien. We kennen dit allemaal als je speelt als Risk of Kolonisten van Catan, Monopoly. Zelfs bij mensen zeg je niet, kan je dit gebeuren. En op dat moment is zo'n Dice Tower natuurlijk interessant. Ik ga geen link in de video plaatsen naar deze Dice Tower. Waarom niet? Ik zei al, er zijn al tientallen te vinden op Thingiverse of MyMiniFactory.com. Of andere websites waar je zaken kunt downloaden. Het heeft dus weinig zin om daar een link van te plaatsen. Ik vond deze mooi. Hij is niet helemaal gelukt. Als je goed kijkt en je kijkt hier naar de kantelen op de toren. Even kijken of ik dat goed kan laten zien. Daar zo. Dan zie je dat die kantelen er niet helemaal goed op zijn gekomen. Ja, dat is jammer. Dat komt omdat het hele kleine stukjes zijn die op het printbed geprint zijn. Ik heb hem namelijk andersom geprint als tot er voorgesteld werd. Dat leek me eigenlijk zinvoller. Ja, en dientengevolge is natuurlijk ook het effect iets wat anders geworden. Ik moet heel even dat bakje er weer goed aanmaken. Oh ja, zo zit hij goed weer. Zo zie je dat hij weer goed zit. Verder is hij verder prima gelukt en hij voldoet aan de eisen die ik daaraan stel. Dat hij een beetje ethisch verantwoord is. Een leuke toren, dat is altijd leuk. Daarnaast voldoet hij aan het verhaal dat de dobbelstenen erin. En we dan keurig de cijfertjes te zien krijgen zonder dat de dobbelstenen over het bord rollen. Ik hoop dat je deze video weer een beetje een inspiratie vond, een beetje leuk vond. Ik weet, er is niet veel vertellen de laatste tijd. Desalniettemin wens ik je veel gezondheid. Veel wijsheid en blijf gezond en tot een volgende keer. Dag.